Dit jaar wordt het Cyrano, de hoofdvoorstelling. Een prachtig stuk in fonkelende rijm. Waar kom jij ineens vandaan? U zult het niet geloven hoor, maar rechtstreeks van de maan. De maan! Dit stuk blijft mensen boeien, omdat het een van de mooiste liefdesgeschiedenissen is die er bestaan. Nou, ik ben Cyrano, de rol van Cyrano de Bergerac. En dat is een man met een hele, hele grote neus. Door die onzekerheid over zijn te grote neus durft hij de liefde niet uit te spreken naar de vrouw waar hij mateloos verliefd op is. Ik beken. Ik ben verliefd op iemand. Die niet weet dat ik dat ben. In de open lucht is meteen duidelijk dat je een voorstelling speelt. Als er een vliegtuig overkomt, dan kan je niet negeren. Het is echt te gek om in deze buitenlucht te spelen en om met deze die bomen die eromheen staan, die zorgen voor een soort afgesloten geheel waarin de akoestiek heel erg binnen de bomen blijft. De mensen voelen hier de wind door hun haren terwijl ze naar de voorstelling zitten te kijken. Je mag picknicken tijdens de voorstelling. Mensen zijn vaak veel eerder aanwezig om met z'n allen te picknicken, omdat de sfeer hier heel goed is. De locatie alleen al is de moeite waard om hier naartoe te komen.